Het kapelse Tweede Kamerlid Wouter Kolmees van D66 is gekozen tot het politieke talent van 2010. De prijs is bedoeld voor nieuwelingen in Politiek Den Haag. Kolmees zit sinds de zomer in de Tweede Kamer en is namens D66 financieel woordvoerder. De verkiezing is georganiseerd door journalisten van de NOS. De Rotterdamse dartster Francis Hoenselaar heeft gisteravond in Egmond de finale bereikt van de Zuiderduinmasters. Ze won van de Engelse Dita Hetman. De sponsorloze Hoenselaar staat vandaag in de finale... tegenover Trina Gulliver, de Engelse dartster die acht keer de Lakeside won. De SP heeft het college van Capelle aan de IJssel vragen gesteld... over de dubbelfunctie van leefbaar capelle-wethouder Joost Eertmans. Vrijdag werd bekend dat hij aan de slag gaat... bij het programma Uitgesproken WNL van Wakker Nederland. De wethouder werkt nu ook als radiopresentator... De SP is bang dat de nieuwe werkzaamheden van Eertmans ten koste gaan van zijn wethouderschap. De kogel die vorig jaar december in het hoofd terechtkwam van een achtjarige jongen in Rotterdam-Krooswijk is mogelijk afgevuurd vanaf het dak van een studentenhuis. Via een 3D-reconstructie kon de baan van het schot door de politie worden achterhaald. Het slachtoffertje speelde met vriendjes in het hofje van de spiegel Nisserkade toen hij werd geraakt in zijn hoofd. Eerder onderzoek en getuigenoproepen leverden tot nu toe niets op.